Vandaag zijn we in Hassel op de Schaverdijnen, Blozo Centrum. En wij spelen een wedstrijd tegen Leuven Chiefs in de competitie van National League Eerste Divisie. Deze wedstrijd is ook een zwaar wedstrijd voor ons, want Leuven beschikken door aantallen buitenlanders met wat ervaring in die divisie ook. Allemaal hebben ze meest gespeeld in die hogere divisie en ook een paar national ploeg en zo. Dus een zeer gebalanceerde en ervaren speler. We hebben een aantal weken geleden tegen Charleroi leuk onze dieptepunt gehad. Vier gasten op rotatie dat we misten. Dat was, maar we kunnen toch kunnen winnen. Eén op de twee wedstrijden kunnen winnen. En competitief in die andere wedstrijd ook. Ik ben vandaag gehuldigd dat ik vandaag, nu in januari, 30 jaar ijshockey speel. Ik ben eerst in Turnhout begonnen met de ijshockey en nu de laatste 12 jaar speel ik hier in Limburg bij Husky. En ik amuseer mijn eigen hier. Ik ben ondertussen 42 jaar, maar elk jaar zeg ik dat ik mijn laatste jaar speel, maar ik vind het gewoon te leuk en ik blijf het doen. De verwachting voor dit seizoen is wel heel positief voor ons. Zo ver hebben we goed gepresteerd, goede resultaten. Bij mij was het belangrijk dat we kunnen meedoen, want wij staan in een hogere competitie nu, een hogere divisie. Dus dat was belangrijk dat we kunnen meedoen. En we zijn mooi verrast dat onze spelers reageren zeer goed. We staan 0-6 achter, dus we hebben ook een beetje pech gehad, maar het gaat niet goed. Maar we hadden een beetje verwacht. We hebben gisteren punten genomen tegen Heijs op den Berg, een beetje onverwacht. En vandaag tegen de eerste, we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn.